Leuk dat je kijkt naar Ik kook met Anouk. Wat staat er vandaag op het menu? Courgette salade met balletjes in een limoen pindadressing. Wat zit er in het kratje? Bloemkoolrijst, courgettenpasta, gezouten pinda's, soepballetjes, een uitje, munt, olijfolie, limoensap en chilisaus. Met deze materialen gaan we vandaag koken. De pollepel, de normale lepel, een bakje en een koekenpan. Pak de koekenpan, zet deze op het vuur, voeg de olie toe en zet de plaat hoog aan. Pak de balletjes, doe deze in de pan en voeg de chilisaus toe. Roer dit door met de pollepel. Pak de ui, voeg deze in het bakje toe. Voeg de pinda's hier ook aan toe. De munt. En het limoensap. Meng het geheel goed door. Zet het mengsel even aan de kant. Pak de courgettepasta en voeg het bij de balletjes toe. Voeg hier ook de bloemkoolrijst aan toe. Meng dit geheel samen. Bak dit kort mee. Na een paar minuten voeg je de helft van het mengsel toe. Meng dit mee. Zet het vuur uit en haal de pan van het vuur. Pak de koekenpan en schep het geheel op het bord. Pak nu het bakje met de andere helft van de dressing die je niet had toegevoegd aan de pan. Dit voeg je nu op de pasta toe. Dit is het eindresultaat. Ik ben er blij mee. Eet smakelijk.